Piotr, ja, dat liep lekker. Hè? Ja, het was een heerlijke wedstrijd. Ik bedoel, 3 punten, eerste wedstrijd, dat is altijd goed. Zelf scoor je 2 maal. Hoe voelt dat? Ja, heerlijk. Ik bedoel, ik heb de afgelopen 3 maanden bijna geen normale wedstrijd gespeeld. Geen wedstrijd in het eerste. En dan voelt dit als een enorme ontlading. En ik ben ook, van binnen ben ik heel erg blij, maar ik hou me nog rustig. Terugkomen op dergelijke manier, ja, daar kan je alleen maar van dromen, denk ik dan. Ja, dromen en ook hopen natuurlijk. Ik bedoel, je bent in Nederland, scoorde ik aan de lopende band. Toen ging ik naar Engeland met de hoop daar de ploeg te helpen. En eigenlijk werd ik gelijk aan de kant gezet. En ik ben blij dat Sint-Truiden me deze kans geeft en dat trainer vertrouwen in mij heeft. Je bent alvast de lieveling van de supporters. Als je scoort heb je vrienden. Als je niet scoort... misschien iets minder, maar ik doe altijd 100% mijn best voor het team en ik ben altijd blij als ik scoor. Ik bedoel, daarvoor ben ik gehaald, maar als ik uiteindelijk vandaag met 3 assists naar huis was gegaan, was ik ook tevreden geweest. Tot slot ga ik je laten gaan. Ja, dit was een gretig STVV vandaag. Ja, ik denk dat je ziet dat alle neuzen dezelfde kant op staan en ook de jongens die erin komen. Ik bedoel, je moet andere spits niet tekort doen, die pakt in een kwartiertje ook zijn doelpunt mee. Dus ik denk dat de selectie dit seizoen breed genoeg is om hoge ogen te gaan gooien.